oefening is onze plié. We zijn geëindigd met de vorige oefening in vlinderlig. Dus je gaat de oefening in ruglig ook beginnen met de armen naast je schouders. Je gaat je hielen optillen, je tenen naar elkaar toe en strek de benen uit voor de overhang. In de preparatie. Dan ga je drie keren een plié doen. Voel goed dat je niet de ribben opent, niet weg van de mat, in de mat blijven. En uitstrekken, verlengen uit de heup. Na drie plié's doe je één flex squat. Dan herhalen we de oefening met de armen opgetild, à la seconde. Ja? Dus ellebogen weg van de mat. En drie keren plié, buigen strekken en flex en poire. En dan herhalen we met de vorderbra aan de bar. Bij elke plié een andere arm. Probeer goed te dragen, niet te veel open. Hè? Voel dat corset bij elkaar. Open de armen. En dan in plaats van flex point, rollen vanuit de buik op naar zit en plaatsen we de vingertoppen terug op de mat. Dan herhalen we de hele oefening al zittend. Dus noods met een kussen onder je zitvlak. En we eindigen naar onze drie bordenbras met een ramassé voorwaarts om naar voren te stretchen. Daar gaan we. Technisch probleem.